Het is weer tijd voor een nieuw filmpje. Vandaag laat ik jullie de basis zien van het fantasielandschap. Wat heb je daarvoor nodig? Ik gebruik een A6 en kaustiek aard papier, verschillende kleuren wasblokjes, het schrapertje en natuurlijk je ijzer. Laten we beginnen. Als eerste ga ik verschillende kleuren was aanbrengen op de zool van het ijzer. Het is fantasie, dus kies je eigen kleurencombinaties. Nummer 44, dit is nummer 14. En ik gebruik bij deze nummer 1 karmijn. Fantasie ontstaat, dus laten we zien wat er vandaag ontstaat. En wat er dan ontstaat, op basis daarvan gaan we verder. Je vult eerst je hele papier. Ga niet te hard duwen met je ijzer. Dan schuif je als het ware de was van je papier af en dan is je kaart leeg. Dit is de basis. Wanneer je dan je ijzer neerzet en je tilt het ijzer als het ware heel licht op, maar laat hem je zool nog het papier raken, ga kijken wat er dan ontstaat. En ga er net zo lang overheen totdat je tevreden bent, totdat je ziet ergens een opening, ergens een mogelijkheid om verder te gaan werken. Soms is het fijn om je tekening even te draaien, omdat het een heel andere kijk geeft op je schildering. Laten we hier eens mee verder gaan. Stel dat dit een bos voor zou stellen en hier een opening zou zijn. Daar waar we naar het licht toe willen bijvoorbeeld. Dat kun je benadrukken. Door meer was weg te schrapen. Wellicht is daar een kasteel wat we kunnen maken door kleurtjes aan de zijkant neer te zetten. Zet je ijzer schuin neer. Zodat het was als het ware eraf drupt. Lukt het nu niet om je was eraf te laten druppen, zet hem dan even een tikkeltje hoger dan de stand low. Dan wordt de was een beetje vloeibaarder. Het ligt ook aan de kleur die je gebruikt. De ene kleur is vloeibaarder dan de andere. Laat dit ons kasteel zijn. Je kunt het natuurlijk met je ijzer doen, maar ook met je stijlen. Mocht je die hebben, dan kun je nauwkeuriger werken. Er is vast een opening in het kasteel. En daar gaat een weg naartoe. Schraap, met je schrapen. Een gedeelte weg. Je ziet dat ik hier niet
de weg laat lopen over het lichtere gedeelte, want dat ga je namelijk niet zien. Hier is het donkere gedeelte, hier zie je het contrast. Wil je je trap nog mooier maken? Gebruik dan de punt van het ijzer en duw de was hier aan de kant. Wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld er nog een rand omheen maken, zodat je dus meer een kijkgat als het ware creëert. Daardoor krijg je meer diepte. Ben je snel, dan kun je met een tissue een gedeelte weghalen, waardoor het een vloeiende beweging wordt. Laten we nog wat extra accenten aanbrengen in de voorgrond, dan krijgt hij nog meer diepte. En dat is wat je eigenlijk wilt creëren. Eventueel vogels. Geef leven. En op deze manier kun je dus je eigen fantasiewerk maken. Laten we nog één doen en kijken wat er ontstaat. Kleuren die ontzettend vaak worden gebruikt voor fantasielandschappen zijn deze. Nummer 12. Dit is nummer 46, ook vaak wordt nummer 18 gebruikt. Nummer 8. We gaan het ijzer opnieuw vullen. Michael Bossen maakt op deze manier de meest mooie fantasielandschappen wat mij betreft. Ook met deze kleurencombinaties. Je gaat er overheen, je tilt hem als het ware licht op. Nu hebben we hier natuurlijk een schitterende opening waar we van alles mee kunnen doen. Hier is het donker, dus hier is ruimte om was weg te halen. Laten we dat ook doen. Laten we er een kasteel van maken.
Met een tissue haal je de overtollige was weg. En je ziet hier de bomen die ontstaan. Misschien de weg naar het licht. Wie zal het zeggen? Gebruik je ijzertje. Voor je pad. Wellicht is er nog een meer. En ook hier geldt weer, wil je het spannend maken, maak bijvoorbeeld een doorkijkje. Kan natuurlijk ook in andere kleuren. En ook hier is weer een bos te zien. En op deze manier creëer je dus je eigen fantasielandschap. Ik ben heel benieuwd wat voor fantasielandschappen jullie ervan gaan maken. Dus post ze even op Facebook, lijkt me hartstikke leuk. En ik hoop jullie weer geïnspireerd te hebben. Tot ziens bij het volgende filmpje misschien.